Yo, wat up gasten, het is weer zondag, het is weer tijd voor een nieuwe Banjo Movie! Woo! Maar voordat een Banjo Movie zoals deze gemaakt kan worden, begint het met een idee. Wat kan ik doen voor een nieuwe Banjo Movie? Ik heb een idee. Sapje met de lamp. Laat ook maar. Mijn idee was een Banjo Movie over kerstmis. Alleen het punt is een beetje, iedereen viert kerst anders. Dit is hoe jij waarschijnlijk kerst viert. Alleen dit is hoe ik kerst vier. Als je niet begrijpt. Maar je kan zeggen wat je wil over mijn kerstacties. Het is in ieder geval wel een betere actie dan mijn comedy tour. Ja, goedenavond, goedenavond, dames en heren. De allereerste grap van de avond. Hoe noem je Britt Dekker in een trio? Een dubbeldekker, oh! Misschien denk je bij jezelf, oh wat was dat een kutgrap, Bardo. Oh, hoe kon je? Het wordt erger. Waarom zijn ze in Japan altijd zo blij, hè? Omdat het anders wel... Nee, Padé! Oké, weet je, misschien lieg... ...een soort van iets achter... Maar hoe kon je een draadloze worst? Een beefyworst! Dankjewel! Oh, dankjewel! En mensen maar zeggen dat ik eenzaam ben. Maar zoals je merkt in deze video, ik ben heel eerlijk tegen jullie. Ik zou nooit liegen. En de reden dat ik nooit lieg is heel simpel. Omdat ik altijd gelijk heb. Nu zijn we aangekomen bij de hele grote natte hut. Waar moeten we nu naartoe? Links of rechts? Links! 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 Goed zo, rechts! Het is leeg! Maar mocht het gebeuren dat ik een keer ongelijk heb, dan mijd ik de discussie tenminste niet. Ik ben iemand die het gewoon wil oplossen. Ik ga die scheikaap vermoorden! Hou je mond! Je hebt gewoon heel veel mensen die nooit iets oplossen. Die gaan alleen maar zeiken over de kleinste dingen. En ik heb daar zo'n verschrikkelijke hekel aan. Kijk, ik zou dat nooit doen. Hoe kan je? Hoe kan je? Ik dacht dat we iets hadden! Nu doe ik een beetje alsof ik een heel erg lievertje ben, hè? Even tussen ons twee, ik was laatst gewoon de club uitgezet. Soort van dan. Blijf van het licht af! Sorry, ik heb je tanden uit de school. Eigenlijk is mijn leven dus best wel saai en simpel. Er gebeurt nooit iets speciaals of wat dan ook. Behalve Banjo Movies natuurlijk. Dus ik hoop dat jij een grote blauwe smurfenduim gaat geven. Abonneer op mij hier beneden en... deze video doorsturen naar al je motherfucking vrienden. Daarmee zou je mij heel erg... Meester Duk Snorps hebben het cyberportaal van de Slinkkorrels in Melkweg 634.8 geklonkst met porraraten. We hebben je nodig! Oh mijn god. Dit is een opdracht voor... Super Nazi Mario met speelgoed lightsaber. Fuck yeah! Ich komme aus!